Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik sta nu bij de groothandel, dus ik ga gauw naar binnen om heel veel nieuwe bloemen te halen, want er is weer veel besteld. Ik kreeg veel leuke reacties op de langere vlog, dus ik denk ik maak hem dit keer gewoon ook weer lekker lang. Neem jullie gewoon weer mee overal mee naartoe en ik laat jullie zien wat ik allemaal weer ga maken. Ik heb veel bestellingen staan, dus ik zou zeggen kijk gezellig mee. Zo, ik ben nu bij de groothandel. Ik weet niet of jullie mij kunnen horen. Maar zoals je ziet, weer genoeg keuzes. Ik ga al mijn bestellingen buiten aanpakken. Want het is hier aardig koud. Goedemorgen, het is ondertussen de volgende dag. En ik was van plan om gisteren heel veel te filmen. Maar alles liep tegen. Alles liep mis. Het was echt een heel vervelende dag. Ik was gisteravond helemaal. Ik had echt heel veel te doen. Dus ik was ook echt tot gisteravond heel laat aan het werk. Maar we hadden dus 's ochtends stroomuitval hier gehad in het hele dorp. Was er gewoon complete stroomuitval. Waardoor mijn computers zo'n klap hebben gehad. Dat ze het gewoon niet meer deden. In ieder geval eentje deed het niet meer. Mijn andere laptop natuurlijk gelukkig wel. Ik dacht, goh, daar kan ik dan de labelprinter en dat soort dingen achter doen. Maar dat kan niet, want er moet eerst een software geïnstalleerd worden. Nou ja, dik drama. Uiteindelijk is het allemaal wel goed gekomen en wel opgelost. Alles is op tijd wel weggekomen. Het was een race tegen de klok, maar het was gelukt. Dus dat is wel fijn. Maar ik was er gisteravond gewoon goed zat van. Dus ik heb niet meer zo heel veel kunnen filmen. Vandaag ga ik een nieuwe poging doen, want ik heb vandaag weer net zoveel te doen. En ik wil vandaag ook weer video's opnemen. Ik denk dat dat wel vanavond wordt. Als ik net zag, want het was nog heel flink besteld. En gisteravond was het zo gesloopt dat ik er hier nog echt een grote bende van heb. Omdat ik dat niet heb opgeruimd. Dus daar ga ik nu eerst mee beginnen. Want dan kan ik in ieder geval een beetje op een schone werkplek beginnen. Want het is nu een drama. Dus kijk gewoon gezellig weer mee. Goedemorgen. Ik heb gisteren nog even lang doorgewerkt om heel veel pakketten voor te bereiden. Want ik wil elke keer video's opnemen, maar het komt er gewoon niet van. Dus ik denk gisteravond, ik ga even doorpakken. Ik heb denk ik nu nog zo'n 1,5 uur werk. Ik heb wel veel pakketten, maar omdat ik zoveel heb voorbereid, denk ik dat ik dat in 1,5 uur ongeveer red. En dan kan ik daarna echt tempo maken met video's opnemen. Hè? Mijn ochtend begon echt wel goed, want ik heb een nieuwe laptop binnen. Heel erg fijn. Begin deze week ging echt alles mis. Het begon met stroomuitval hier. Volgens mij heb ik dat hier verteld. Maar daardoor hield de computer er gewoon mee op. En mijn laptop had ik dan nog, maar die kon het programma niet meer aan waarmee ik de video's edit. Want het is best wel een groot, zwaar programma waarmee ik edit. En het werkte gewoon echt allemaal tegen. Maar vanmorgen kon ik op mijn nieuwe laptop werken. Heel fijn, want alles is super snel en het werkt gewoon echt super goed. Dus ook fijn. Ik kan weer even vooruit. Dus ik werd er gelijk een stuk vrolijker van, moet ik zeggen. Want als dat soort dingen niet doet, of nou printers, dus computers, wat dan ook, je wilt er gewoon zo enorm chagrijnig van. Ik weet niet of jullie dat kennen. Laat het even hieronder weten. Want ik ben wel nieuwsgierig of jullie dat ook zo herkennen. Ik word er in ieder geval verschrikkelijk chagrijnig van. Of dat het internet het niet doet of zo, weet je wel. Maar alles werkt weer super snel en super top. En heel erg fijn. Dus ik ga het inpakken. Gauw aan de slag. En daarna gaan we eindelijk video's opnemen. Even een leuk weetje. Ik ben nu deze pakket aan het inpakken. En zoals jullie weten probeer ik altijd alles voor echt de strakste prijs in te kopen. En dat het ook gewoon leuk betaalbaar blijft. Dit was echt een leuk surprise pakket. DIY pakket. Want hij was volgens mij 27,50 of 27,99. Je kon ongeveer een kortingscode invullen voor 24 uur. Dan kreeg je nog eens 10% korting. En wat wel grappig is, het prijsje zit er nog op van deze kerstboom. Alleen de losse kerstboom, ik weet niet of jullie het kunnen zien, ik denk in het spiegelbeeld, kost normaal €28,99. Dus dat is al duurder dan bij mij het hele pakket kost. Dus even het bewijs dat mijn pakketten echt goed geprijsd zijn. Ik wou het toch even laten zien, want ik vond het toch even een leuk weetje. Goed, we gaan gauw verder. Zo, de eerste video staat erop. Echt heel erg leuk. Kijk dan. Een hele lieve, leuke kerstster. Heel leuk op tafel bijvoorbeeld. Die staat erop.
Vanavond doe ik de rest. Is in ieder geval in. Maar die ga ik vanmiddag alvast even... Ja, ga ik echt gewoon gelijk even editen. De pakketten staan in de auto. Die worden nu eerst weggebracht. Goedemorgen. Ik ben helemaal dik ingepakt. Want, oh jongens, het is koud buiten. Ik moet even naar mijn voorraadruimte. Dus... Ik moet zo altijd even aan wennen als het weer zo koud is. Maar we gaan vandaag weer lekker aan de slag. Ik heb veel bestellingen. Het is een beetje eentonig. Maar goed, het is wel even zoals het nu is. En maar vanmiddag ga ik wel weer, als het goed is, 1, 2, ik hoop 3 video's opnemen. We zullen zien hoe ver we komen. En ja, gewoon de slag. En toen was het alweer het eind van de dag. Ik heb wel 2 video's op kunnen nemen om deze toppen. Die vind ik zelf echt heel leuk. Er zitten lampjes in. Even kijken of ik hem aan kan doen. Met één hand. En de lamp uit kan doen. En dan moeten we eventjes wachten. Ja. Kijk, die is echt heel leuk. Deze. Ik lamp weer aan doen. En ik heb een mooie schaal gemaakt. Deze ook echt heel mooi. Met mooie warme tinten. Dus ja, weer genoeg leuks opgemaakt. Is het ook alweer vrijdagavond. Vrijdag eind van de middag. Alweer bijna weekend. De tijd vliegt voorbij. Het is allemaal 2 weken tot de kerst. Dus het is echt bizar. Maar ja, alleen maar goed teken natuurlijk. Ik zie jullie maandag weer. Dan ga ik weer verder. Ik ga straks nog wel even verder met inpakken. Maar dat is niet zo heel gezellig om te zien. Maar morgenochtend. Ik ga ook zo nog eerst editen. Want morgenochtend komt de video met de ster online. Die vind ik ook leuk. Ik denk dat die ook goed verkocht gaat worden. Ja, en ik ben toen al weekend. Dus hier zien we maandag weer. Morgen. Ik ben weer bij de groothandel. Ik check nog eventjes. Er kwamen net nog wat bestellingen binnen. Dus omdat ik dan nu toch bij de groothandel ben. Denk ik. Ik check nog eventjes wat daarbij zit. Zodat ik het gelijk kan meenemen. Als dat ook vandaag of morgen verzonden moet worden. Maar ik ga gauw naar binnen om weer een hele vracht bloem te halen. Want het is druk en veel besteld. Dus dat is heel fijn. Dus ik ga gauw die kant op en kijken wat ze allemaal hebben. Zo, we zijn ondertussen een paar uur verder en de bestellingen van de DIY-pakket zijn ingepakt. Maar ik ga nu nog wat andere bestellingen maken en ik denk dat vinden jullie vast leuk om te zien. Dus ja, ik ga schaal maken. Ik heb de bloemen hier al neergelegd. Ik heb er wel een grote bende van, maar goed, dat hoort ook een beetje bij deze tijd. Dus gaan we aan de slag. Zijn we weer. Alle pakketten die weg moesten zijn weg. Zijn we weer naar het postpunt. En ik heb nog een aantal dingen die ik graag even met jullie wil delen. Aankomende maandag komen de surprise boxen. De video met de surprise boxen online. Dus wil je dat niet missen, kijk dan maandagavond. Daarnaast kan je tot en met zaterdag kerststukken bestellen. Dus mocht je nog een DIY pakket willen bestellen, dan kan dat tot en met zaterdag. En ja, dat is eigenlijk wat ik wou zeggen. Aankomende zaterdag komt er nog wel weer een nieuwe DIY online. Dus die zou je ook nog kunnen bestellen als je dat zou willen. En dan ga ik voor nu de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het wel een leuke vlog vonden. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. En dan zie je mij de volgende keer weer.